Here we go. Nou, we zijn hier vandaag in 239 op een expositie en ik wil jullie graag voorstellen. Ja, mijn naam is Susanne Postumus. Ik ben de curator van deze expositie. True Players heet het. En eigenlijk is het hele expositie geïnspireerd op het spelletje Wedo. Ik weet niet of je het kent. Ik heb het eigenlijk nooit gespeeld, maar ik weet wel wat het is, maar vertel er iets over. Eigenlijk is het een bordspel waarin je verschillende kamers hebt. En het is een soort van Engelse mansion. En er is een moord gepleegd. Dus de spelers moeten ontrafelen wie van de spelers de dader is, in welke kamer het is gebeurd en wat het moordwapen is. En het leek mij leuk om dit soort van als leidraad te gebruiken voor de expositie. Dus dat de bezoekers die hier binnenkomen eigenlijk ook op zoek moeten gaan naar aanwijzingen of clues. Of dat ze ietsje verder gaan kijken dan je misschien normaal gesproken zou doen op een tentoonstelling. En dat je echt op zoek gaat naar een andere betekenis of een andere waarheid die misschien verborgen ligt, die niet aan de oppervlakte is. Oké, en hoe ben jij in contact gekomen met 239? Vroeger toen ik in Amsterdam studeerde op de Rietveld Academie, ging ik eigenlijk altijd naar iedere opening hier. En het was een soort van droom voor mij om hier een keer zelf wat te mogen organiseren. Dus daarna ben ik in Londen gaan wonen en toen ik daar ben afgestudeerd van Goldsmith, dacht ik, nou ja, ik heb dit idee, ik ga ze een voorstel sturen en toen vonden ze het wel een leuk idee en mocht ik het hier organiseren. Oké, dus dan heb je een voorstel gedaan, het idee is er, het concept is er, dan nogal het kunstwerk. Waar hou je dat allemaal vandaan? Ja, gelukkig ken ik dus vrij veel kunstenaars zelf, vanuit Amsterdam, vanuit Londen. En ik ben ook online gaan zoeken, met gewoon het idee in mijn achterhoofd van, goed naar magazines kijken, allerlei verschillende websites van galeries. En af en toe kwam ik dan een werk tegen en ik dacht van wauw, dat zou echt zo mooi passen. Omdat er net iets van een verstopte betekenis in zit of iets. Patroon. Ja. Dus die mensen ben ik eigenlijk aan gaan schrijven met mijn idee. En die reageerden eigenlijk heel enthousiast en zo is het samengekomen. En dan moet je inderdaad het werken hebben, ophalen. Is het vertrouwen makkelijk te winnen van kunstenaars om, zeg maar, ik bedoel, sommige werken zijn niet heel veel waard, maar sommige werken zijn extreem veel waard, dat ze dat meegeven aan jou? Dat gaat natuurlijk allemaal heel goed overleggen met contracten. Dus als je gewoon dat allemaal heel goed regelt en van tevoren uitplant, dan kan dat. Ja. Oké. En wat heeft een kunstenaar hedendaags nodig om op een expositie van jou of B139 te komen? Is dat, je vindt ze online, is dat via een studie, of dat je denkt van, hoe kom je daar? Ik bedoel, dat is zoveel verschillende werk en uiteindelijk. Ja, er is inderdaad niet een heel eenduidig antwoord op te geven. Eén heb ik een keer in een lijnenspel wat gemaakt is. Dat is door een installatiekunstenaar aan Zonneveld. En dat heb ik denk ik 8 jaar geleden een keer gezien in het Stedelijk. En dat was dan puur omdat ik nu dit idee had van het spelbord. Dat ik dacht van wauw, het zou zo mooi zijn als zij speciaal voor deze tentoonstelling een nieuw werk zou kunnen maken. Ja. Wat dan eigenlijk alle andere werken die daar binnen hangen met elkaar verbindt. Dus dan heb ik haar ook gewoon geschreven en verteld en bij haar langs geweest in haar studio. En zo ga je dan langzaam samen schakelen en kijken of je tot een concept kunt komen. Dus het gaat eigenlijk niet om een super nieuw netwerk, het gaat gewoon om een netwerk wat je eigenlijk over de jaren, wat je hebt gezien, wat je hoort. Ja. 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 Je kunt echt dingen zien in magazines, om je heen, op je studie, in andere shows, in andere galeries. Ja, werkelijk waar, overal haal je wat vandaan en goede dingen vallen gewoon op. Dus het maakt niet zozeer uit waar ze dan opvallen. Lijkt me waarom, zou ik zeggen.
on the high.